De Arabische wereld wil geen twee-staten-oplossingen. Telkens wijst men elk voorstel af. De Verenigde Naties en de Arabische wereld maken het Palestijnse vluchtelingenprobleem bewust groter. Men wil gewoon af van de Joodse staat. En de Palestijnse autoriteit is er ook heel open over. En wat ze zeggen, dat strookt ook met wat ze doen. Ze zeggen bijvoorbeeld, ik zal citeren, Abbas zei op de Egyptische televisie bijvoorbeeld, ik zal nooit de Joodse staat erkennen. Het Hamas-handvest zegt, het loslaten van het conflict met Israël is een daad van zwaar verraad. Wie dat doet, die zij vervloekt. Nou, dan heb ik er nog eentje, dat is dan de Hamas-leider Mahmoud Zahar, die zegt de islamitische en traditionele opvattingen verwerpen het idee van de oprichting van een onafhankelijke Palestijnse staat. In het verleden bestond er geen onafhankelijke Palestijnse staat. Ons belangrijkste doel is om een grote islamitische staat te vestigen, pan-Arabisch of pan-islamitisch. Dat komt voort uit onze religieuze overtuigingen. Dit is een heilig land. Het is geen eigendom van Palestijnen of van de Arabieren. Dit land is bezit van alle moslims overal ter wereld. U begrijpt, voorzitter, onderhandelen wordt erg moeilijk als je zo'n instelling hebt. Vervolgens, ja, de minister van Defensie is niet, maar ik wil het toch noemen in mijn tweede termijn. De minister van Defensie geeft aan dat er geen problemen zijn met ITAR. Maar de vraag is natuurlijk wel, welke informatie verstrekt de minister aan de Amerikanen als zij vragen wie er bijvoorbeeld aan een vliegtuig sleutelt? Meldt de minister dan wel als er eventueel een tweede nationaliteit aanwezig is? Ja, ik begrijp, voorzitter, de minister is er niet, maar toch wil ik eigenlijk best wel graag antwoord op mijn vraag hebben. Ik weet niet of er mogelijkheden zijn of dat schriftelijk kan gebeuren. We kunnen vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken of hij de vraag wil doorgeleiden aan zijn collega van Defensie. En de collega van Defensie heeft al gezegd om een schriftelijk antwoord op een vraag van de heer Van Kappen te geven. En misschien kan dit meegenomen worden. Minister van Buitenlandse Zaken, u heeft dit gehoord, hè? U gaat het doen. Ja? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voor de rest, wij hebben gezien op de Brusselse luchthaven dat enkele van de daders werkzaam waren bij notabene de beveiliging van de luchthaven. Verder weten wij dat van onze defensie meerdere militairen naar IS zijn overgelopen, terwijl zij in dienst waren bij Defensie. En de PVV samen met vele Nederlanders maken zich zorgen over de vijfde kolonne in ons land. En daarom willen wij toch de volgende motie indienen met het dictum: wij verzoeken de regering om als voorwaarde te stellen aan werknemers bij Defensie en de Veiligheidsdiensten dat ze maar één nationaliteit hebben, te weten de Nederlandse nationaliteit. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegende dat de meerderheid van de Nederlandse Turken aanhangers van Erdogan en zijn islamiseringspolitiek zijn. Overwegende dat bij Marokkaanse Nederlanders de autoriteit van de Marokkaanse consul zwaarder weegt dan de autoriteit van de Nederlandse overheid. Van mening dat werknemers bij Defensie en Veiligheidsdiensten enkel het Nederlandse belang moeten dienen zonder gehinderd te worden door gezaghebbers uit het land van oorsprong. Verzoekt de regering om als voorwaarde te stellen aan werknemers bij Defensie en Veiligheidsdiensten dat zij maar één nationaliteit, te weten de Nederlandse nationaliteit, mogen bezitten, en gaat over tot de orde van de dag. En de motie is voldoende ondertekend. Dank u wel, voorzitter. Hier wou ik het bij laten. Dank u wel.